Hello Friendon, my name is Selim Yıldırım. Vanda, Zaliket Heyban Offer, Differential Farkalayan Kınkın, Sıhhet Bağrı, Differential Farkalayan Kınkın, Exactly Differential Farkalayan Kınkın, En Dina Differential Farkalayan Kınkın, Dizayn de Erstefan, Heyfan Seyirde, Viskün de Ford, Teknistüha, Konferansi Series, En Exal for Belt, Frakın, Oplasın. In the course of the offensive, we skin the four engineers, Zalik for Namlik. Differential Verkleikenchen, Fourier Integral, and Partial Differential Verkleikenchen. Bespreken. The course is op graduate unifau, bei Vorbat dank an, dechenen dinar, mein lesenchen heben geleistert. Deze cursus wordt voornamelijk gebruikt op het gebied van engineering. Laten we nu beginnen met onze eerste reeks lessen. Deze vergelijkingen worden besproken onder twee hoofdkoppen, lineair en niet-lineair. Differentiële vergelijkingen zijn onderverdeeld in gewone differentiële vergelijking, GD, en partiële differentiële vergelijking. Zoals we in het eerste voorbeeld hebben gezien, is dit een lineaire vergelijking omdat elke afhankelijke variabele en elke betrokken afgeleide alleen in de eerste graad voorkomt en geen product van afhankelijke variabelen. De graad van de hoogste orde afgeleide geeft ook de graad van de vergelijking aan. Deze vergelijking is een differentiële vergelijking van de tweede orde. En een eerste graad. Hier bepalen we feitelijk de reeks oplossingen en de methode van de vergelijking door dit te doen. In de tweede vergelijking zien we dat de afgeleide volgorde van de hoogste orde 4 is en de vergelijking de vierde orde. De graad van de vergelijking laat zien dat de afgeleide van de hoogste orde ook de eerste graad vergelijking is. Waar we hier op moeten letten, is kijken naar de basis van de afgeleide van de hoogste orde bij het bepalen van de graad. De hogere orde van de lagere orde afgeleide verandert de mate van de vergelijking niet. Zoals op deze dia te zien is, zien we dat vergelijkingen van gehele getallen twee de orde vergelijkingen zijn. De laatste vergelijking wordt beschouwd als een tweede orde en kwadratische vergelijking.
De eerste, tweede en derde vergelijking. Zijn opgenomen als de niet-lineair vergelijking omdat de tweede variabelen met elkaar in verband staan. Als er hier x sin x zou zijn in plaats van x sin y, zou de vergelijking lineair zijn. We hebben echter de definitieve onklassificatie van reeksen vergelijkingen gezien. In het hier gegeven voorbeeld wordt de afgeleide van y gedefinieerd als dy op dx. We kunnen dit ook de afgeleide van y naar x noemen. Als we in de eerste voorbeeldvraag de afgeleide van y schrijven als die y over de x in de vergelijking 9 keer, y keer die y is gelijk aan mijn 4 x keer dx. Dus als we de twee kanten hier integreren, krijgen we 9 gedeeld door 2 maal y kwadraat is gelijk aan 2 maal negatief x kwadraat plus c. Hier we moeten de constante c gebruiken, omdat de afgeleide van de constante nul is. In het geval dat er een constant element in de vergelijking zit, we moeten de constante c toevoegen door te integreren. Ik wil de u aan dit punt herinneren, omdat het omgekeerde is van de integrale afgeleide. Hier zullen we zien hoe we kunnen zien of een differentiële vergelijking van de eerste orde exact is. Als we de partiële differentiële vergelijking van een vergelijking met betrekking tot x en y kunnen nemen en ze gelijk kunnen maken. Wordt de vergelijking een exacte differentiële vergelijking genoemd? Dit is gelijk aan wat u over dx keer dx plus du over dy keer dy gelijk is aan nul. Als de afgeleide van du over dx met betrekking tot y en de afgeleide van du over dy met betrekking tot x gelijk zijn aan elkaar, geeft de vergelijking de exacte differentiële vergelijking, zodat we de oplossing voor de vergelijking kunnen vinden. Laten we nu de oplossing van de differentiële vergelijking zoeken. Hier als we x variabelen
Verzamelen, integreren, met betrekking tot de variabelen dx en y samen. En integreren met betrekking tot dy stellen we deze op nul. We nemen hier de afgeleide van m met betrekking tot y en de afgeleide van n met betrekking tot x. Als de tweede resultaten gelijk zijn, laat de differentiële vergelijking zien dat het een exacte differentiële vergelijking is. We kunnen dus de oplossing van de vergelijking krijgen door de partiële differentiële vergelijking aan beide kanten te nemen en de resultaten te combineren. Dus we krijgen het resultaat x heeft de basis 4 gedeeld door 4 plus 3x kwadraat y kwadraat gedeeld door 2 plus y is de basis 4 gedeeld door 4 plus c. Als de vergelijking van de eerste orde lineair is, kunnen we deze schrijven als y prim plus px mal y is gelijk aan rx. Als rx nul is, is de vergelijking een homogene vergelijking, anders niet homogeen. We kunnen de vergelijking vereenvoudigen zoals vergegeven op de dia. Van daaruit integreren we beide kanten en zo krijgen we het achterresultaat. Als we de lineair differentiële vergelijking van de tweede orde kunnen schrijven zoals weergegeven op de dia. We kunnen de vergelijking definiëren zoals weergegeven op de dia. Als we PQR accepteren als constant coëfficiënt en als R gelijk is aan 0. De vergelijking daarom R kwadraat E op de basis Rx plus A op de basis Rx plus B mal A op de basis Rx is gelijk aan 0. Hier zullen we een formule gebruiken om de echte wortels van de vergelijking te vinden. Dus discriminant is gelijk aan b in het kwadraat min 4 keer p keer c. Op basis van het resultaat bepalen we of de vergelijking een geheel getal of een complex getal is. Hiervoor zijn er drie situaties. In een van hen is het resultaat 0. En de andere is groter of kleiner dan 0. Als het groter is dan 0, heeft het twee wortels. Als het kleiner is dan 0, betekent dit dat de reeks oplossingen uit een complex getal bestaat.
Ik wil jullie bedanken, beste kijkers, dat je geduldig hebt geluisterd naar de lezing die ik hier heb gegeven. Ik wil de kostbare YouTube medewerkers bedanken, vooral mijn vrouw en kinderen, die mij de kans hebben gegeven om met jullie te delen wat ik weet. Ik zal elke dag lezingen blijven geven. De cursusonderwerpen die ik hier geef bestaan uit cursusnotities die ik heb gemaakt tijdens mijn doctoraatsopleiding. Omdat het veel tijd kost om de vergelijkingen over te zetten naar PowerPoints, zal de duur van mijn lessen kort zijn. Maar maak je geen zorgen, ik zal al mijn aantekeningen met je delen tot ik klaar ben. Ik zal mijn cursusnotities per e-mail sturen naar iedereen die erom vraagt en zich inschrijft. Vergeet niet om commentaar te geven, meldingen in te schakelen, te abonneren en leuk te vinden.